Hallo kijkers van TGen Dutch, Pieter hier, oftewel oom op een bakvis. Met vandaag een nieuwe aflevering van mijn serie op TGen Dutch, Pro Worden Met Pieter. En in deze aflevering ga ik shortcuts behandelen. En voor degenen die niet weten wat shortcuts zijn, shortcuts is eigenlijk een soort van woord wat ik zelf heb bedacht voor de kleine dingetjes die weinig mensen weten en die ik dus nu ook aan jullie ga vertellen. En die kleine dingetjes die houden in dat je... Je hebt af en toe heb je van die dingetjes, gewoon reloaden, dubbel X of tenminste C4 af laten gaan, die net iets sneller kunnen door een handig trucje dat ik jullie nu ga vertellen. En voordat ik eeuwen ga lullen over wat het allemaal is, wil ik eerst even wat over de gameplay vertellen. De gameplay is een MP7 MOAB. Het is niet zozeer gameplay dat hij zo goed is omdat ik een snelle MOAB haal, omdat ik hem met een raar wapen haal. Ik bedoel, MP7 is gewoon best wel een tryhard wapen. Maar wat deze gameplay bijzonder maakt, is het hoge level van objectiveness. Ik weet niet eens of dat een woord is, maar wat je in deze gameplay ziet, is dat we tegen een volle party spelen met mensen die weten wat ze aan het doen zijn. Ze zijn wel een hoop aan het snipen, maar ze hebben echt wel ervaring met domination en zeker weten met mensen gewoon laten verliezen. En het wordt echt ontzettend spannend. We zitten nu al in een, of tenminste, we hebben ze nu getriple-capped, maar het blijft echt ontzettend vaak doorgaan. En ik moet op deze streak, moet ik ook een aantal keer op een vlag springen en gewoon heel snel mijn goede positie verlaten om naar een vlag toe te rennen, om die te verdedigen. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik denk dat dit een keertje voor een andere keer gewoon wil. Normaal upload ik altijd rapende gameplays waar ik tegen rapen of waar ik tegen retard speel. Maar deze keer is het iets anders en ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar ik denk dat dit wel genoeg is over de gameplay. De gameplay die wordt ook heel spannend op het eind. Dus het is ook echt ontzettend leuk om naar te kijken, vind ik zelf. Maar ik wil niks meer over de gameplay vertellen. Kijk ernaar. De gameplay blijft lekker doorlopen. En ik wil het niet meer verpesten door er super vaak over te gaan praten. Of super veel over te gaan praten. Maar ik wil het vandaag dus met jullie gaan hebben over shortcuts. En er zijn drie soorten shortcuts waarvan ik op de hoogte ben. Er zijn vast nog wel wat andere dingen die je kan doen. Of gewoon... gewoon wat andere extraatjes daarbij. Maar dit zijn de drie belangrijkste naar mijn mening. Je hebt active reload, je hebt stop reload en je hebt dubbel x'en. En voor degene die dit niet weet of gewoon tenminste de naam niet kennen, maar wel weten wat het inhoudt, ik zal het even snel vertellen. Active reloaden is dat je reload net cancelt als je kogels erin zitten. Dus dat je kogels erin zitten, omdat je het laatste gezeik van je reload is dat je nog even een, wat is het... Dat je je wapen nog even goed moet tillen ofzo. Of tenminste dat je nog even een hendeltje moet overhalen wat nergens op slaat. Daar kan je dan van af zijn. En dat is ontzettend handig vind ik zelf. Want dat is gewoon tijd die je verneukt. En hoe doe je dit? Je doet dit door telkens nadat je hebt gereload. Of nadat je aan het reloaden bent. Dus tijdens het reloaden. Omdat je reload tijdens de reload cancelt. Heel veel reload, maar maakt niet uit. Dat wordt zo nog wel heel vaak gaan horen tijdens deze commentary. Maar wat je dus doet. Je sprint een heel klein stukje. Desnoods is het een centimeter. Maar je moet heel even sprinten. En daardoor kan je reload cancelen. En je cancelt dus op het moment dat je kogels er net in zitten. En over het algemeen is dat moment op 65 van de reload. Dus je hebt een heel groot gedeelte wat je gewoon nog niet kan cancelen. Omdat dat nog gewoon wel echt bij de reload hoort. Dus op het begin moet je bij de MP7 een magazijn eruit trekken, weggooien. Je moet een nieuw magazijn uit je broekzak pakken. Of eigenlijk pakt hij hem uit je wapen zelf. Moet je maar eens goed opletten. Want het is net alsof je daar gewoon nog een magazijn heeft zitten. Maar het is net alsof je... of tenminste een active reload is dus dat je hem cancelt. En bij de MP7 is dat redelijk nuttig. Bij de ACR 6.8 is dat ook redelijk nuttig. Bij de MSR en eigenlijk alle snipers in het algemeen is het niet zo mogelijk. Omdat Infinity Ward de trickshotters en de quickscope fanboys. Of tenminste, ja ik zei wel Infinity Ward. Ja ik dacht dat even dat ik Treyarch zijn. Maar dat is van Black Ops en dat zijn meestal de sniper haters. Maar over het algemeen is Infinity Ward redelijk snipelievend. Af en toe leuk, af en toe ook niet. En ik vind het nu in een situatie aanbeland waar ik zelf niet snipe. Maar ik wil niet over mezelf gaan praten. Ik moet nu over tips en tricks gaan praten. Maar je kan dus active reloaden met praktisch elk wapen behalve snipers. En je moet maar goed even opletten op welk moment de kogels er in het magazijn zitten. Dat zie je rechtsonder en daaraan kan je het perfect zien. En dat is dus de active reload. Gewoon een stukje gaan sprinten, een centimeter. En dan stop je dus met reloaden. En dan hoef je het laatste gedeelte niet meer aan te zien. Mijn volgende ding is stop reloaden. En stop reloaden lijkt heel erg op active reloaden. Alleen stop reloaden is dan meer een soort van noodstop. Stop reloaden is namelijk op het moment dat je aan het reloaden bent. Ik denk dat iedereen wel het gevoel kent. Dat je net op je X hebt gedrukt of net op je vierkantje hebt gedrukt. En dat je dan net een kerel voor je neus krijgt met een met FMG 9 Akimbo's. En je denkt van, oh my god, fuck. En op dat moment
denk je dus eigenlijk normaal, oh fuck, ik ben screwed, wel, schiet me maar neer, ik ben kansloos. Maar met stop reload kan je een centimeter gaan sprinten en dan ben je gestopt met reloaden. En dat is ontzettend handig als dan zo'n kerel dus met FMG 9 voor je neus staat. Want dan maak je nog een redelijk grote kans tegen hem ook om hem te killen, omdat hij... ja, waarschijnlijk redelijk noob is omdat hij FMG 9 gebruikt. Dat is niet tegen FMG 9 hatens bedoeld, of tenminste hatelijk bedoeld. Maar de meeste mensen die FMG 9 gebruiken, die gebruiken ze omdat ze niet zo goed met andere wapens zijn. En dat zijn ze niet omdat ze meestal over het algemeen niet zo goed zijn. Maar ik wil niet over FMG 9 hele oorlog gaan voeren. De gameplay zit er namelijk ook bijna op, dus ik moet snel even naar mijn laatste onderwerp toe. Laatste onderwerp is wel kort en dat is dubbel X'en. En ik kreeg hier een paar vragen over van Pieter. Ik zie telkens dat je je C4 laat ontploffen zonder een klikkertje in je hand te houden. Hoe doe je dat? En dat is heel gemakkelijk. Je klikt gewoon twee keer snel achter elkaar op dubbel X. Dus XX en niet XX, maar gewoon XX. En dan ontplof je C4 zonder dat je een raar gek klikkertje in je hand moet hebben. Waardoor je eeuwig bezig bent met het gezeik om dat klikkertje weer goed te krijgen. Dat valt er denk ik wel zo'n beetje samen voor deze aflevering. Als jullie hem leuk vonden, geef me een duimpje omhoog. Vergeet ook niet om mijn eigen kanaal te checken. Oom op een bakfiets, de link staat in de beschrijving. En ik vind het gewoon ontzettend leuk dat ik hierop mag uploaden op TGN Dutch. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om op mijn video's te kijken. En jullie kunnen dus ook op mij abonneren. Mochten jullie wat beter willen worden in andere kots, MW2... Of andere kots, zei ik. Ik bedoel andere kots. MW2, daar doe ik een Road to Commander. En de link staat daarin naar mijn tweede kanaal. Ook in de beschrijving. Ik check jullie later, gasten. Ciao. TGN Dutch. Van ons voor jou.